De brug bij Poelgeest is af. De brug, de Heemparkbrug genoemd, verbindt de Oegstgeesterweg in Leiden met de wijk Poelgeest in Oegstgeest. Dinsdag werd de afronding van de brug gevierd. Ik ben ongelooflijk blij. Deze brug is denk ik voor onze regio en zeker voor de verbinding tussen Leiden en Oegstgeest heel belangrijk. Want het zorgt ervoor dat de mensen die wonen in de wijk Poelgeest veel makkelijker en veel sneller het Leidse binnenstad kunnen bezoeken, onze winkels kunnen bezoeken, onze musea of naar Bioscience Park gaan. Eindelijk is het zover. De realisatie van de nieuwe ontsluiting van de wijk kent een lange historie. Afhankelijk van hoe je het bekijkt, het is of 20 of 30 jaar geleden. Ik sprak eigenlijk net nog de oud-burgemeester, die zei toen ik werd aangenomen was het al een onderwerp om deze brug of de tweede verbinding van de wijk Poelgeest en naar de wijk Poelgeest. En we hebben er inderdaad 20 of 30 jaar op moeten wachten voordat deze brug zover is zoals waar we nu staan. De brug vormt de tweede ontsluiting van Poelgeest. Ja, het is de tweede ontsluiting van 1100 huizen. Dus je mag eigenlijk niet bij een calamiteit met één ontsluiting de wijk in of uit moeten. En dat is gewoon een groot risico. En dus de doorstroming in de wijk, ik denk zelfs de verkeersveiligheid in de wijk, zal hierdoor verbeteren. Hoewel de opening van de brug dinsdag gevierd werd, zal 28 mei de brug opengaan voor alle verkeer.